Hallo allemaal, welkom bij de Spreader Reporter. Mijn naam is David en in dit filmpje ga ik jullie Stew uitleggen. En Stew is een leuk klein spelletje uit een serie van op dit moment 4 spelletjes van Quinet Game. Klein in formaat, dus lekker makkelijk om mee te nemen op vakantie of ergens mee naartoe. En ook eenvoudig qua regels, maar dat maakt het niet minder leuk om te spelen. Stew is voor 2 tot en met 4 personen en daarin gaan we een stoofpotje maken met ingrediënten. Maar aan de zijkant zitten ook hongerige dieven die ook wel zin hebben in een potje stoofmaaltijd. En dus zul je die misschien soms ook maar even iets geven, zodat je in elk geval rustig verder kan bouwen aan de stew. Zodra je denkt dat er 12 punten of meer in de pot liggen, dan mag je dat zeggen. Heb je het goed, krijg jij 2 punten. Heb je het verkeerd, krijgen alle andere spelers 1 punt. En wie als eerste 5 punten heeft gehaald, die is de winnaar. Dus laten we maar snel gaan kijken hoe dat gaat. In stew gaan 2 tot en met 4 spelers een stoofpotje maken. En in dat stoofpotje gaan natuurlijk allemaal ingrediënten en die ingrediënten leveren punten op. Bijvoorbeeld een stukje knoflook. Nu er 1 teentje knoflook in, is dat 6 punten waard. Maar ga je straks de pot openmaken en blijkt dat er 2 keer knoflook in zit, dan is het nog maar 2 punten waard samen. Nou, wortel is 2 punten, prei is 3 punten. Elke aardappel, die is wel interessant, wordt steeds meer waard. 1 aardappel is 1 keer 1, is 1 punt waard. Zitten er 2 aardappels in, dan heb je 2 keer 2 is 4 punten in de pot. Dan heb je 3 aardappels in de pot. Dan heb je 3 keer 3 zitten er 9 punten in de pot. Maar je kan ook nog een beetje bluffen of je tegenstander dwars zitten. Je kan er ook een steen in de pot gooien zonder dat iemand merkt. En dan krijgt de pot 3 strafpunten. Dus die gaan dan weer van de waarde van de pot af. Dan hebben we nog een kip. 5 punten waard als die in de pot zit. De speler die als eerste 5 punten heeft verzameld, die is de winnaar. En je kan 2 punten winnen als je op het juiste moment stuw roept. Roep je op het verkeerde moment stuw, dan krijgt de rest een punt. Je mag stuw roepen, dan gaan we tellen hoeveel punten er in de pot zitten. Zitten er 12 of meer punten in de pot, dan heb je gewonnen. Zitten er minder dan 12 punten in de pot, dan gaan dus de punten naar je tegenstander. Deze ingrediënten worden geschud en langs de tafel gelegd. Ben je aan de beurt? Simpel, pak je de bovenste kaart van de stapel en die mag je bekijken. En dan heb je 2 opties, nou eigenlijk 3, maar even de 2 hoofdacties. Je kan zeggen, ik gooi hem in de pot. Dus ik gooi hem in het pannetje. Deze wortels gooi ik in de pan. Dus ik weet nu dat er in elk geval 2 punten in de pot zitten. Maar ja, mijn tegenstanders hebben natuurlijk geen idee. Dus is de volgende speler aan de beurt. Die trekt een aardappel en die kan bijvoorbeeld ook denken, ik gooi hem ook in de pot. Dus je gaat gezamenlijk die pot bouwen zonder dat je weet wat erin zit. Alleen je eigen kaarten weet je. Maar als jij een ingrediëntenkaart trekt, kan je die ook gebruiken om van een van de 6 indringers af te komen. Want roept straks iemand stuw, dan gaan we de pot openen, kijken wat er allemaal in zit. Maar gaan we eerst ook nog eens even alle 6 de indringers langs en die hebben allemaal effecten. We hebben hier bijvoorbeeld het wasbeertje, die eet 1 aardappel op voordat we gaan tellen. Nou, dit beestje eet 1 prei voordat we gaan tellen. Het konijn eet natuurlijk 1 wortel voordat we gaan beginnen. Het wilde zwijn eet een knoflook op voordat we gaan beginnen. De vos eet de kip op als die erin zit. Nou, die kip was 5 punten waard, dus als die vos niet wordt afgedekt, gaat die kip uit de pot. Dus dat scheelt alweer 5 punten. En we hebben nog een zwerver. Zit de kip nog in de pot? Dan denkt die zwerver, dat is een lekker stoofpotje, die neem ik mee. En dat kost dat dus 3 strafpunten. Zit er geen kip meer in de pot? Dan denkt die zwerver, nou dat hoef ik niet, dan loop ik door. En dan is de pot 3 punten extra waard. Dus die vos en deze kaart die werken allebei samen met de kip. Heb je een ingrediënt, kan je er dus ook voor kiezen. Nou, ik wil niet dat straks de kip wordt opgegeten, dus ik haal bijvoorbeeld de vos weg. Dus dan leg je ingrediëntenkaart gedekt over die indringer heen, zodat die in elk geval niet meer meedoet als we de pot gaan opengooien. Nou, een wortel, die gooien we gewoon in de pot. En later in het spel denk je misschien, hé, er zit een wortel in de pot, dus ik gooi nu het konijn eruit. Dan weet ik in elk geval zeker dat de wortel niet wordt opgegeten. Even ter voorbeeld. Nou, zo ga je door. Hé, de kip. Maar ja, je weet dat die er nog in zit. Dus misschien denk je dan bij een volgende beurt, mocht je nog aan de beurt komen, ik gooi deze over de bedelaar heen, dan weet ik zeker dat de kip erin blijft zitten. Maar zo ga je net zo lang doorspelen, je speelt of een ingrediënt in de pot of op een van die indringers, totdat iemand een keertje denkt, en nu zitten genoeg punten in de pot. Die roept dan stuw, en dat mag je ook doen als het niet je eigen beurt is. Dus ook al legt een andere speler de laatste kaart neer, mag jij zeggen stuw, dan gaan we tellen. En dan gaat het erom of jij gelijk had of niet. En dat kan je op 2 manieren spelen. Je mag zeggen, iemand heeft nog een kaart in zijn hand, ik roep stuw, dan mag die kaart nog gespeeld worden. Of je spreekt af, en dat heet dan de gevorderde versie. Zodra iemand stuw roept, stopt gelijk het spel, mag je die kaart die diegene die speler in zijn hand had niet meer spelen. En gaan we gelijk tellen. Nou, aan jou heeft de keuze met welke variant je wil gaan spelen. Hoe dan ook, je gaat kijken wat zit er in de pot. De pot wordt opengelegd. En in dit geval zitten er 2, 3, 5, 10 punten in de pot. Is dus sowieso niet genoeg.
Daarnaast gaan we natuurlijk eerst de indringers af. De raccoon eet een aardappel. Deze eet een prei, maar die zit er niet. En het wild zwijn eet dus een garlic en die zit er ook niet in. Dus dit blijft over als we al die indringers afgehandeld hebben. Is 9 punten, is dus geen 12 punten. Oftewel, de speler die stuw riep, die is nu de pineut. Want nu krijgen alle andere spelers 1 punt. Waren er 12 of meer punten overgebleven in de pot, dan had de speler die stuw riep 2 punten gekregen en de rest niks. Nou, en hebben we dan alles geteld, dan worden alle ingrediënten weer verzameld. We schudden de boel weer. De speler die stuw heeft geroepen is de startspeler en die mag dus weer een kaart trekken. En die kan er dus weer voor kiezen om of in de pot te leggen, of je kiest ervoor om een kaart te trekken en een van de indringers af te dekken. En zo gaan 2 tot en met 4 spelers dus net zo lang doorspelen totdat een speler 5 punten heeft. En de eerste speler of spelers die 5 punten winnen, die zijn dan de winnaar of winnaars. Kortom, weer een lekker luchtig, niet al te ingewikkeld spelletje. Waarbij je wel even zit af te vragen van, ik weet zelf een beetje wat er in de pot zit. Ik weet dus welke indringers daar wel of niet tegen helpen. Het kan natuurlijk ook nog zijn dat iemand heel enthousiast stuw roept en dat jij een steen in de pot hebt gegooid. Maar ja, die is dan 3 punten waard. Waar is de steen? Oh, die zit al in de pot. En je moet dus soms een beetje bluffen of een gokje wagen als jij denkt van, nou, nu zit er wel genoeg in. En zodra er stuw geroepen is, hoopt de rest van de spelers dus dat er geen 12 punten in de pot zitten, maar minder. Zo simpel is hij. Lekker klein, makkelijk om dus mee te nemen op vakantie of ergens mee naartoe. Snel uitgelegd en nou ja, makkelijk te begrijpen. Mochten jullie nog vragen over stuw hebben, stel die dan gerust in de comments hieronder of stuur even een mailtje naar de spellenreporter@gmail.com. Mijn naam is David, bedankt voor het kijken en graag tot een volgende keer.